In het zuiden van Kenia investeert Dorcas in schoon drinkwater. We vinden het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot schoon drinkwater en zich bewust is van het belang van een goede hygiëne. Daarom bouwen we waterpunten en goede toiletten en geven we trainingen over een hygiënische levensstijl. We besloten dit project te starten toen we zagen dat veel mensen in dit gebied cholera kregen. We hebben de gemeenschap toen bij elkaar gebracht om dit project in samenwerking met henzelf op te zetten. Mijn naam is Lia. Ik werk bij deze kiosk. Ik verkoop water aan de mensen die net als ik hier in de buurt wonen. Vroeger dronken we uit de rivier. In die tijd kregen er regelmatig mensen cholera. Sinds Dorcas heeft gezorgd voor schoon drinkwater, zijn er veel minder mensen ziek. Ik dank God hier nog steeds heel vaak voor. In totaal zijn er nu 11 waterpunten in 7 dorpen in dit gebied. En we zijn bezig met uitbreidingen naar dorpen die nog steeds geen toegang hebben tot schoon drinkwater. Meehelpen aan deze missie? Kijk op dorcas.nl/kenia.